gewoon een hele ambitieuze club gevonden. En die wou mij ontzettend graag inlijven. En gewoon de manier waarop ze kwamen praten over voetbal, dat sprak me gewoon ontzettend aan. En dan ook dat het toch min of meer toch dicht bij Zierikzee was, dat ik toch heen en weer kon rijden. Want ik wou gewoon niet al te grote risico's nemen. En je bent toch op vrij late leeftijd ben je toch profvoetbal in. Hoe werd daar gepraat over voetbal dan bij Beveren? Nou, dat ik gewoon een kans zou krijgen en dat ze me wouden laten rijpen en laten ontplooien als een goede voetballer. Dat ik gewoon alle kansen zou krijgen en dat ze me dan in de etalage zouden zitten en dan gewoon doorverkopen. En dat is uiteindelijk ook gebeurd, want je zit hier nu bij Anderlecht. John Verloonen heeft hier gezeten. Is hier weggehoond in feite door het publiek. John Bosman heeft een moeilijke start gehad in Brussel. Ben jij bang ook zoiets mee te maken hier? Nee, maar mijn start is al is in feite al perfect. Ik kan geen betere start wensen. De club doet hartstikke goed. Ze hebben 10 punten op 5 wedstrijden. Dus alles gaat perfect. En, ja, ik heb hier gewoon een hele goede seizoenstart. En nu maar hopen dat ik de klein door kan trekken naar de rest van het seizoen. Wouters opent op Van Vossen. Zeer actief. In duel hier met Najdowski, daar is hij voorbij. Terugleggen was dan het parool, maar daar kreeg hij geen kans toe. Wel is het een corner. Je speelde toen een fantastische wedstrijd. De kans dat je mee zou gaan was erg groot, Nesweden. Ja, dat zei iedereen. Mezelf ben je er nog niet van overtuigd. Je wilde het natuurlijk altijd even afwachten. En, maar ja, nadat ik de krant had gelezen en ik had alles een beetje gehoord. En, toen wist ik al wel dat ik een redelijke kans zou maken om geselecteerd te worden. Maar je houdt er rekening mee, maar je denkt er nooit. Je hoopt het wel, maar je verwacht het in feite niet. Vlak voor het EK werd je geblesseerd, je kreeg trombose in je arm. Hoe heb je dat verwerkt? Want daardoor miste je het EK in feite. Ja, dat is gewoon een heel zwaar en donker moment. In feite uit mijn leven geweest. Je hebt er gewoon ontzettend hard naartoe gewerkt. En je wou het ontzettend graag, omdat je weet, ja, een EK, dat maak je toch niet zoveel mee. En dan in feite door zo'n dom ongeval mis je dat in feite gewoon. En dat is bijzonder jammer. Is er überhaupt nog een reactie geweest van de KNVB naar aanleiding van je blessure? Nee. Je hebt helemaal niks meer gehoord? Niks. Is het niet een beetje raar? Ja, iedereen rond me heen vindt het raar, maar ik zelf ligt er niet wakker van. Omdat, dat is gewoon topvoetbal. Topvoetbal gaan ze gewoon anders met elkaar om. Want je moet gewoon, als er één afvalt, dan staat er gewoon weer een andere klaar. En dat is in feite topvoetbal. En daar moet je mee leren leven. Had je erop gerekend dat je erbij zou zijn? Was het een teleurstelling, anders gezegd, dat je er niet bij was? Jawel, zeker. Ik had zeker van dat ik opnieuw mijn kans zou krijgen. Omdat ik toch... ja goed, je mist het EK en dan je hebt gewoon een hele goede wedstrijd neergezet in Amsterdam. En dan verwacht je gewoon dat je een tweede kans krijgt. En zeker in die oefenwedstrijd. En dan zie je gewoon dat je er niet meer bij zit. Maar ja goed, ik blijf hier gewoon lekker goed voetballen, proberen dan. En dan maar hopen dat ik er terug bij kom. Dan moet ik een plaats op de reservebanken nemen. Ik zal altijd klaar zijn voor Oranje.